Hoi, ik ben Sam. En ik ben Anoosha. En vandaag gaan wij slijm maken. Maar het is niet zomaar slijm, hè Anoosha? Nee, want bij ons is nooit iets zomaar normaal. Het is namelijk Sinterklaas snoepgoed slijm. Wat hebben we nodig? Om te beginnen natuurlijk een kom, een lepel, sierschuim, heel veel lijm, lenzenvloeistof, baking soda, kleurstof. Maak hem niet te donker, want dan zie je het snoepgoed niet meer zitten. Dus gebruik lichte kleuren, zoals geel. En gebruik niet te veel. En natuurlijk snoepgoed! Moest dat nu? Dat ga je straks zelf opkuisen. Ik eet het wel gewoon op. Waarmee beginnen we? Begin maar met de lijm in de kom te doen. Oké, de lijm gaat erin. Hoeveel hebben we nodig? Doe er maar alles in. Alles? Oké. Alles. Kom er bellen uit. Is het genoeg, denk je? Ik denk het wel. Wat is de volgende stap? Het scheerschuim. Trouwens, van wie is dit scheerschuim eigenlijk? Krijg je soms een baard? Nee, Anoosha. Ja, oké, dit is wel genoeg, denk ik. Oké. En nu roeren? Ja, heel goed roeren. Hoe lang duurt dit nog? Nog ongeveer 1 minuut en 5 minuten. Zullen we een Sinterklaasliedje zingen? Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Nou, volgens mij is het klaar. Wat mag er nu bij? De kleurstof. Oké. Een heel klein beetje maar, hè? Zei je? Een heel klein beetje. Jij zegt stop, hè? Stop. En nu mengen. En nu? Nu gaan we de lenzenvloeistof bij doen. Oké. En daarna mag je beginnen kneden. Kneden? Ja. Met mijn handen? Ja. Oké. Zeg, Sam, wat ga je eigenlijk voor Sinterklaas vragen? Ik weet het niet zo goed. Ik vind het moeilijk. Ik dacht misschien een nieuwe microscoop of een nieuwe telescoop. Dan kan ik de sterren en de planeten beter bestuderen. Maar ik zou ook al blij zijn met een super lekkere chocoladeletter. Chocoladeletters? Ja, daar hou ik ook van. Sam, hij is nog een beetje slap. Moeten we er niet nog wat bij doen? Ja, daarvoor heb je baking soda. Sling. Willen jullie nou meer van dit soort video's zien? Like dan deze video en abonneer op dit kanaal. Het lukt maar niet. Nou, ja. Ik doe er nog wat scheerschuim bij hoor. En nog wat lenzenvloeistof. Ja, ik... Nog een beetje baking soda? Ja, oké. Nou, nog maar een keertje proberen dan, hè? Ja. Nou, dit ziet er al een stuk beter uit. Anoosha, wat is eigenlijk jouw lievelings Sinterklaasliedje? De Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Dat is wel een leuk liedje. Maar ik vind het toch maar raar. Waarom zou je eten in je schoen gooien? Dat is toch super vies? Sam, niet te veel nadenken altijd over alles. Het is maar een liedje. Ja, je hebt gelijk. Het is een superleuk Sinterklaasliedje. Nou, het wil nog niet echt lukken. Ja, ik denk toch dat er nog veel meer lenzenvloeistof bij moet. Want dat is juist hetgene wat slijm gaat binden samen. Oké, nou doe maar. Oh ja, dit helpt wel. Wil je ook proberen? Nee, kom maar hoor. Nou, volgens mij is het slijm gelukt. Ja. Maar we gingen natuurlijk niet zomaar slijm maken. Nee, we gingen Sinterklaas snoepgoed slijm maken. Je neemt een beetje Sinterklaas snoepgoed en een pietermus, dat hoort erbij. En dan maar strooien. Kijk. Nou, dat was het. Zo maak je dus Sinterklaas snoepgoed slijm. Ik zou het bijna wel willen eten. Maar dat gaan we echt niet doen. Dus ook als je dit thuis maakt, mag je dit echt niet opeten. Dus als je honger hebt, eet lekker een pepernoot vooraf. Of strooi gewoon wat in de ronde. Kan je tussendoor lekker snoepen. Nou, dit was onze Sinterklaas snoepgoed slime tutorial. Ik ben heel benieuwd of jullie thuis nog andere combinaties zouden hebben voor slime. Zoals slime met frietjes? Ja, dat lijkt me geen slim plan. Ik ben zeker dat jullie thuis nog betere ideeën hebben. Laat het weten in de comments onder deze video. Doei! Doei!